Maar stoorde jou de redactie van Rutte dan ook? Onmiddellijk de vlag ophangen? Ja, zeker. De reactie van heel Nederland stoorde me. Voor de bühne, meteen blind de kant van Israël kiezen. En we zijn het over één ding eens. Daar hoef je met niemand in Nederland over te praten. Die beestachtige slachtpartij, dat is terrorisme, dat keurt iedereen af. Ja. Maar je moet wel even verder denken hoe dat tot stand gekomen is. Want dat heeft Israël toch echt zelf op zijn geweten. Hè? Die heeft 2,3 mensen daar opgesloten. Miljoen, ja. De gemiddelde leeftijd is 18 jaar. Dus dat zijn eigenlijk meer dan 2 miljoen kinderen die daar wonen. En die hebben van hun ouders alleen ellende gezien. Angst dat de bommen vallen. Die zijn opstandig geworden. Die zijn getraumatiseerd. Wat doen zulke kinderen? Die worden ouder en gaan acties voeren voor Hamas. Maar Israël laat nu de gewone burgerbevolking in de Gazastrook bloeden voor een terroristische organisatie die toevallig daar zijn basis heeft. Nee. En wat Israël nu doet met die reactie, dat vind ik ook een terroristische afsluiten van elektriciteit. Ja, weet je wat voedsel, natuurlijk wel is? Medicijn. Kijk, de beelden die je krijgt zijn natuurlijk weerzinwekkend met dat Duitse meisje wat in die auto legt en dan staan er gewoon volwassen mannen met een stok op te slaan en het te bespugen. Ja, dat is gewoon middeleeuws. Ja, maar René, dat ben ik met jou eens. Maar diezelfde beelden die kun je maken in de Gazastrook, waar vandaag weer honderden mensen. Dat zei ik toch? Ja, maar dat was dan een meisje aan de Israëlische kant. Maar ik zie gisteravond op tv alleen maar huilende ouders, zeer terecht hoor, die hun kind hebben aangetroffen. Maar aan de andere kant is het drama net zo groot. Maar het logische is wel dat hun denken in de eerste plaats aan vergelden. Alleen vergelden kost ook zoveel leven. Natuurlijk ja. Nu. Hè. Dat heeft ook, ja, ook gewoon onschuldige burgers. Ja, maar vergelden, dat is een net woord voor terrorisme. Nee. Als je dus geen militaire doelen aanvalt, maar burgerdoelen, dat zijn oorlogsmisdaden. En wat Israël had moeten doen, die hadden er moeten voor zorgen dat die grens goed afgeschermd werd. Want die hebben toch zo'n goede geheime dienst en een goed leger. En nu straffen ze de verkeerde mensen. De gewone man wordt weer gestraft. En dat Nederland dan massaal de vlag van Israël ophangt, dat vind ik lachwekkend. Want er zijn steden in Nederland, waaronder Vlaardingen, waar ze een hele grote Palestijnse gemeenschap hebben. En ik vind dat de Palestijnen net zo zwaar getroffen worden dan de Israëli's. Dus wat Abu Talib nu doet in Rotterdam, dus die vlag niet op te hangen, dat begrijp ik waar heel goed. Wel doet maar zo'n Vlaardingen, waar je een veel grotere Palestijnse gemeenschap hebt dan een Israëlische, daar zouden ze beide vlaggen op kunnen hangen. Ja. Want één ding hebben ze gemeen. De ellende en de smart en het verdriet.